En hallo iedereen, leuk dat je naar een nieuwe video Boxplot Gameplay vandaag doen. Weer een Minecraft survivaltje. Zoals gewoonlijk, want dat staat in de titel. En elke zondag is het Minecraft Survival Dag bij deze. En ja, we gaan gewoon lekker verder waar we vorig jaar gebleven. Ik neem het achter elkaar op, want dat vind ik wel fijn. Ik ben in een goed humeur, dus dan wordt het video waarschijnlijk ook heel leuk. Leuk om naar te kijken. Maar voor de aan de boer kunnen, ik heb vorig jaar een koeien gelokt voor het geval dat je al nog vergeten. Dat zou best kunnen, ik ben niet vergeten, want ik heb net opgenomen, zoals ik al zei. Ik zeg vaak dingen hetzelfde. Zoals ik ook wel 3 keer hetzelfde zeg in mijn auto. En ik heb best wel wat koeien. Waar zijn kippen? Waar zijn die kleine kippetjes? Die, waarschijnlijk kan ik die niet zien van een hoge hoogte, want het is hoge hoogte, is heel hoog. Ik ga even naar beneden springen via mijn snelle, ik wil snel naar beneden tactiek. En ik wil niet dood. De snelle naar beneden tactiek en toch niet dood willen is best handig. Nee, mijn kleine kippetjes kon ik gewoon niet zien vanaf daarboven. In ieder geval, ik heb nu wat, één blokje. Ik denk ook meer, ik heb meer blokjes nodig, dat weet ik wel. Dit is misschien wel mooi voor deze aflevering om meer blokjes te halen. Dus dat ga ik doen. En ja, ik moet even goed onthouden. 13 het ongeluksgetal is ook het ongeluksgetal dat deze video gaat stoppen. Als ik dat even zeg, dan dat is een beetje een 13 in het ongeluksgetal. Dat is dan weer een ezelbruggetje om makkelijker te herhalen wanneer ik de video moet afsluiten. Want anders maak ik hem op. Kijk, anders als ik niet meer weet hoe lang die is, ik kan wel even kijken hoe lang die dan is. Dat is niet, op zich niet zo erg. Stel dat ik dat niet doe en heel eigenwijs ben, want ik heet het de wijze en ik ben soms eigenwijs. Dan maak ik, soms kan ik per ongeluk de video kapot maken. Oh, waarom? Fuck! Ik wil uit mijn inventoris! Inventoris. Daar wil ik uit, vind ik niet leuk. Stop ermee. Ik denk dat ik gewoon deze video even ga stripminen. Dus niet de leukste bezigheid, maar toch ook wel weer leuk. Het is wel allebei lachen, hè. Maar ja, had ik hier de vorige keer mijn diamonds gevonden. Dus ga ik gewoon lekker verder. Ik weet niet hoe lang dit doorgaat. Even wat eten. Het gaat voor mij betreft wat lang door, dus we gaan nu de andere kant op. Hopelijk gaan we hier wat gold vinden. Hier zat gewoon wat niks, niet bijzonders. Hopelijk gaan we wat gold vinden. Ik ga gewoon lekker minen. Dan heb ik nog wat leuks om te vertellen. Het is vakantie. Dat is het nog steeds. Als deze online komt is het zondag en is het nog steeds vakantie. De laatste dag. En heb ik net een toernooi achter de rug, want zaterdag heb ik een toernooi. Ik even kijken. Oh, ik heb toch al een Minecraft dingetje online. Minecraft online heb ik al opgenomen, dus daarom komt hij makkelijk online. En is hij ook al online gekomen. En dat bespaart mij moeite. En daar... Ja, en als je dit kijkt, dan denk je zo van... Ach, dat was die video toch geweldig. En als ik nu denk, dan... Ja, dat zou je best kunnen denken, want hij was best grappig. Dat is grappig, want dat was met Dido. Dat weet ik eigenlijk niet welke ik ga opnemen. Dan moet ik even wat met Dido overleggen. In ieder geval, het is Minecraft Survival vandaag. En de zondag, en ik heb het toernooi gehad. Waarschijnlijk heb ik niets gewonnen. Maar dat maakt niet uit. Het is wel gewoon leuk om een toernooitje mee te doen. Met niks gewonnen bedoel ik niet dat ik geen wedstrijdje heb gewonnen, maar dat ik gewoon geen prijs heb gewonnen. Dat je eerste, tweede of derde bent. Nee, eerste of tweede. Als je derde heb je geen prijs. Dat is eigenlijk best wel triest dat je als derde zijn en geen prijs hebt. Vind ik eigenlijk wel jammer. Je hebt altijd eerste en tweede. En dat is altijd zo kut aan die toernooien. Ik heb de eerste wedstrijd heb ik om 10:50. En mijn laatste wedstrijd, want ik zit op Bamble, voor het geval je nog niet weet. En dan moet je gewoon kleine wedstrijdjes van rond de 20 minuutjes. En dan... Mijn laatste wedstrijd is om 5:05. En als je dan goed bent, dan zijn de poolwedstrijden. Als je dan goed bent, dan ga je door en dan gaat het vervolgens verder in het afvalsysteem. En als je heel goed bent, dan ga je door. En dan kan je toch wel eens tot 8, 9, 10 uur nog in die zaal zitten. En dan zit je toch wel lekker 12 uur in zo'n badmintonzaal. Een sportzaal, nou ja. Dan heb je toch weer een hele dag gehad. En dan, ja, daar word je best moe van, beloof me. Want dan sport je niet alleen, maar gewoon puur omdat je daar gewoon zo lang moet zitten en niks te doen hebt. Je kan een leesboekje meenemen of zo. Zo gaat het zo. Dan heb je een toernooi. Denk je zo van, hé, weet je wat, ik wil een boek meenemen. Kan ik nog wat leren of zo voor school. Dat is misschien handig. Maar daar kom je gewoon nooit aan toe. Dat is gewoon altijd zo. De standaard. Je neemt iets mee, maar je komt er gewoon niet aan toe. Want je gaat gewoon andere dingen doen. Spelletjes daar of zo. Dan verzin je zelf wel een spelletje. Of je verzint wel iets. Of je gaat lekker vappen. Ik heb niks gezegd. Wat zei ik vappen? Ik heb niks. Nee, dat lijkt me toch niet de beste plek om dat daar te doen. In een sporthal. En die wc's in de sportzaal zijn meestal niet te fris, in ieder geval. Diamonds! Doe de diamond dance. Doe de diamond shake. Beste diamond shake ever. Yeah. Ik heb diamond. Kijk, daar zijn mijn diamonds. My precious. My diamonds, my precious. Precious. Oh, geen E. Dia. Zo. En terwijl ik dat gezegd heb, mine ik deze diamonds en voel ik me cool, want ik heb diamonds. De enige echte, niet de nep versie.
Je moet geen neppe diamonds hebben, dat is niet cool. Die, dus dan blijkt uiteindelijk toch plastic te zijn. Niet cool, ik heb hier trouwens een soort diamantachtig, in ieder geval in de vorm van zo'n hele grote diamant. Het is, ik weet niet of die van glas is, ik denk het eigenlijk wel. Hij is sowieso niet van plastic, want daar is hij veel te zwaar voor. Maar ja, dat is ook wel leuk om te weten. Als je wil weten of iets van plastic is of niet, steek het aan. En als het smelt, dan is het van plastic. Zo, aan de andere kant zijn, als het smelten gaat stinken en zwart wordt, dan is het van plastic. Dus ja, scheikundig gezien is dat best wel waar, wat ik zeg. Ik heb wat daar met z'n drieën, het is niet al te veel. Mijn inventaris is ook niet vol, dat is ook niet best vol bedoel ik. Het is ook niet handig als je dat minen, dan moet je altijd even je inventaris clearen. Weer zo'n standaardregel van Minecraft, als je op weg gaat om te minen, clear even je inventaris. En dit is gravel, en dat heb ik niet zoveel zin in gravel. Dus kijk, als ik gravel tegenkom, moet ik ook wat grappigs te zeggen hebben. Want ik heb ook coltastisch, ik heb iron, ik heb de dia shake. Nou, dat is niet echt een stand iets, ja, iets heel grappigs ofzo. Maar, komt zo ook toch wel een mooie, als je daar eens tegenkomt, even een dansje doen, vind ik ook wel een mooi ritueel. Om te doen, als je iets wint. Maar ik heb nog niks voor gravel. Daar moet ik ook wel wat voor bedenken. Het is toch wel leuk om iets te hebben als je gravel tegenkomt. Ah, dat is dat is hupplepup en dat is super cool. En dan ja, dan word je blij. En dan gewoon puur omdat het een andere naam heeft. Of ja, gewoon net een kleine afwijking. Het kan net zoveel betekenen voor jou, voor je vrouw en kinderen. Het kan zoveel betekenen. Het is zo gewoon zo leuk. En oh, momenteel mijn lekker door. En alsof het niks is. Ik mijn deze god helemaal uit. Met veel passie en liefde. Vooral heel veel liefde. Hey, kijk, daar hebben we onze gold. My precious. Ik heb gold nodig. Dit is goldtastisch. Niet gold, maar goldtastisch. Hopelijk heb ik. Is dat 6? Ik kan het niet oppakken. Geweldig, geweldig. Kijk, jongen, heel veel. Een klein stukje door en dan plaats ik daar een torch. Pak ik daar mijn gold op. Zo. Hier. Pak aan deze torch. In ieder geval, hier ligt wat gold. Wat kan ik snel weggooien? Wat heb ik nu nodig? Denken. Ik vind het altijd moeilijk om dingen weg te gooien, maar ik denk dat deze paddo's, wat ik niet nodig heb, pak ik nu gold op. Dan heb ik er precies 6. Kijk, dan kan ik er nog een extra hoekje bij maken, dat is wel chill. Zeker chill, zeker chill. Ik ga even terug naar boven toe. Dan kan ik even beter verder minen. Dat zou best wel cool zijn. Ik heb diamonds gevonden en ik heb dikke swag, een dikke lol, een dikke pret. En ik eet een aardappel, want ik heb honger. En niet zo'n klein beetje ook, maar best wel veel. Zo, en ik ga omhoog. Het gaat niet snel, maar het gaat. Ik mag niet klagen. Zo, we komen er wel een keer. Ik weet niet wanneer, maar een keer komen we er wel. Het gaat niet zo snel, waarom? En weet je wat, ik kan het sneller maken. Ik kan even een lift wat opvoeren. En dat doe je, denk je van, Tom, hoe voer jij een lift op? Nou, zo. Zo, en dan hier dit. Oh, wacht, dan moet ik heel veel zo doen. Ik dacht dat je dan wel iets sneller kon minen in het water. Zo. Zo. En nu heb ik de lift als goed wat opgevoerd. Eens. Oh, dat is een zombie. Dat is niet zo leuk. Ik hou niet zo van jou, zombie. Ik mag jou niet. Ik mag het niet en je mag het weten. Zo. Als het goed is deze lift nu wat opgevoerd. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Die is niet goed. Ik ga het even opvullen met deuren, want dat kan. Zo. En nu is het wel weer goed. Wat geweldig. En nu heb ik als het goed is de lift opgevoerd. Gaat hij nu sneller? Ja, zeker wel. Ik ga snel. Oh, ik heb de lift opgevoerd. Wat een succes. Wat een groot succes is dit. Ik noem het. Ik wil snel omhoog lift en ik heb geen tijd. Ik wil snel omhoog, want ik heb geen tijd en het is... Nog, en ik hou van zwemmen, daarom ga ik door het water. Ik ga voor jou, door het water. Oh, wat heb ik toch weer voor jullie overkijkers. Ik ga voor jullie door het water. Wat dacht ik daarvan? Ja, dat vind ik toch wel heel erg cool voor mij, dat ik dat doe. Speciaal voor jullie, door het water gaan. Je zal het maar doen. Je zal het maar durven. Zie ik een creeper, dat vind ik niet zo tall. En daar zijn nog wat zombies, dat vind ik ook niet zo tall. Dat is Duits, want ik heb Duitse woordjes geleerd. Voor die vorige proefwerk. Dit is zeer slechte Duits, maar dat mag mij überhaupt niets aus. Ja. En waarschijnlijk heb ik voor dat proefwerk toch wel een mooi cijfertje. Cijfertje. Soms ben ik ook wel gewoon uit het niets. Dan zeg ik iets en dan zeg ik bijvoorbeeld. Oh, dat is een full con zombie. Dat is wel interessant. Dit is interessant.
Dat is wel een beetje interessant, jij. Ja, jij bent interessant. Ja, maar dan zeg ik er soms van. Ik weet niet, ik heb een goed voorbeeld. Ik hou je zo snel zo'n goed voorbeeld vandaan, zeg. Tjonge, jonge, jonge, waar doe je dat dan? Hoe doe je dat dan zo snel? Ik heb geen flauw idee. In ieder geval, die zombies fikken nog wel lekker even door. Dan zeg, ja, ik zeg gewoon. Zeg ik opeens een soort half Duits iets. Zeg ik bijvoorbeeld. Spielen. Nee, dat is dan weer een slecht voorbeeld in plaats van spelen. Nee, slecht voorbeeld. Die zombies die sterven allemaal. Die zijn allemaal gestorven. Deze zombie is hier zijn witch. En een zombie. Oh, die potion was mis, bitch. Die was mis. Pak aan, die was mis, man. Niet zo'n klein beetje ook. Ze hebben allebei niks gedropt. Dan zit mijn inventaris zit helemaal vol. Ze kan helemaal niet. Zo'n gekke jongen. Hey zombie, hallo. Gaat mee. Mij gaat het goed. Met jou? Sta je in de fik? Jammer nou. Jammer nou, man. This zombie is on fire! Yeah! Daar word ik zo vrolijk van. Eigenlijk niet. Even wat spul dumpen in de kist, want het is wel handig. Wat diamonds in die. Hier had ik diamonds in zitten. Daar zit ik een skeletje. Skeletje. Hallo, skeletje. Een skeletje. Ik noem hem voortaan een pistoletje, want het lijkt op elkaar. Dat is toch grappig. Dit vind ik best wel kut. Skeletons in het water. Is kut! En dat was ook heel gemeen, maar ik heb hem toch, want ik ben cool. En ik heb swag en veel power, want mijn. Ja, ik ben gewoon overpowered, ik ben OP! En deze vier moet even niet opblazen, want daar heb ik geen zin in. Even niet blazen, stomme blazen, dat is onbeleefd. Dus, nou, doe maar niet, zelfmoordterrorist. Maar ik heb een zombie, dat is gewoon een zombie. Een skelet is een pistolet. En dat is een zelfmoordterrorist. Ik heb al best wel wat dingen nageven. Nou, dat gaat toch. Dat zal wel grappig zijn als je na 100 afleveringen of gewoon iets zegt. Dat je gewoon voor elk blok gewoon een aparte naam hebt. Dat zal best wel grappig zijn eigenlijk. Dat vind ik. Ik weet niet of jullie het grappig vinden, maar ik zou het best grappig vinden. Eens kijken. Hier nog wat spul in. Oh, ik heb botten. Dat is wel handig. Dat is wel zeker handig. En ik heb hier nog gold. Die moet ik even bij me houden. En hier nog iron. Maar zit hier nog meer iron in? Nee. Nou, nu wel. Hahaha. Beide botten. Oh nee, die botten hebben. Hier zat ook nog bot in. Dat is best bof van mij, maar ja, ik moet toch even wat. Wacht, buskruid heb ik niet nodig. En kijk, die 5 dirt. Wat pak heb je aan 5 dirt? Helemaal niks. Deze kippetjes zijn allemaal mooi gegroeid. Oh, mooi man, mooi man. Dit is echt geweldig. Kippetjes aan de kant. Even aan de kant. Papa Tom komt erbij. Ik heb 2 eieren voor jullie. Maak mij blij. Zit er in dit ei iets leuks? Zit er in één van deze eieren wat leuks? Dan wordt deze video 5 minuten langer. En. Nee, helaas. Helaas, pindakaas. Echt, ik heb wel. Serieus, heb ik niet speciaal gedaan of zo. Toen ik dit heb opgenomen of zo. En als er geen. Als er wel een kip in zat, dat ik het niet heb opgenomen of zo. Maar dit is gewoon echt best wel pech voor jullie. Hoor. Als jullie het leuk vinden, dan in ieder geval dat de video 5 minuten langer wordt. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Maar toch weet ik het niet zeker. Deze eieren gaan lekker aan de leg. Nou, ze leggen kippetjes in plaats van eieren. Dat vind ik beter. Beter! Kijk, nee, is nog wat, nou, is wel weer gegaan. Is nog een kippie. Doe het niet. Spring niet van de rots. Kip. Nee. Niet doen. Blijf daar. Ik kom je redden. Hier, alsjeblieft. Zo. Wat, ja. Maar die kippen, die kunnen dat, hè. Die kippen kunnen dat. Die hebben vleugels en die vliegen en die springen altijd weer blij. Yay. Ik kom er gezellig naast aan, zo. F5 mode. Yeah. Spring naast. Waarom verneukt die kip het nou weer? Ik wou net een dansje gaan doen naast die kip. Stop die kip met springen. Vind je niet lief, kip? Niemand mag mij. Dat is gemeen. Wat kom je hier doen? Vind je niet lief dat jij binnenkomt? Want dat is niet cool, want ik ben bezig. Dus daarom niet. Doe maar niet. Doei. Dag, dag, doei. Dag. Zo. Ik moet wat gaan drinken. Mijn stem wordt een beetje droog. Mijn keel wordt een beetje droog. Mijn stem wordt niet droog. Maar mijn keel wel. Dus dat is niet leuk. Ik ga zo eten. En ik ga waarschijnlijk... jam, jam, jam wat drinken. Nee, maar die kan ik niet drinken. Eigenlijk zou ik zo best naar mijn beeldscherm gaan en het opdrinken. Als ik een facecam had, had je het gezien. Kip wordt verliefd op mij. Laten we samen leuke dingen gaan doen. Dat hebben jullie niet gezien. Nee. Heb je dat gezien? Nee. Kijk, doe maar gewoon even je ogen dicht. Doe het stuk, spoel het stukje even terug. En doe dan even je ogen dicht, zodat je het niet hebt gezien. Ook waar heb je het nu net gezien. Doe dat gewoon en zeg dat je het daarna niet hebt gezien. Eens kijken. Ik ga. Voor mij is de gold nu al klaar. Dan kan ik er weer een blokje bij doen. Dan ben ik op de helft. Dan ga ik daarna even verder met minen.
Voor de laatste paar minuutjes ga ik even minen. Dat is wel leuk, dat is wel leuk, dat is wel lachen, dat is wel grappig. Lekker minen. Hier zit nog wat gold en ik heb 9 gold en dan kan ik een goldblok maken. Ik ben zo geweldig awesome. Een goldblok, een goudblok, zoals dat in het Nederlands mooi heet. Ik ga niet zo. Ik ga zo, ik wil snel naar beneden, maar toch niet dood truc. Ja, het werkt geweldig. Zo, en dan plaatsen we hier ook een blok. Tada! En we zijn nog bijna klaar. Het wordt wel super hip, sexy, cool. Ja, we gaan gewoon lekker door. Nog wat minen. Hopelijk vinden we nog wat leuks. Hopelijk vinden we nog wat leuks. Even wat leuks, wat lachen. Lekker lachen. Ik ga even deze botten gebruiken. Binder meal van te maken. Kan ik heel wat. Mijn voedselprobleem. Want ik heb nog steeds een klein beetje een voedselprobleem. Niet echt heel erg, maar toch wel een klein beetje wel. Kan ik die ook even uit de wereld helpen? Zo, want hier krijg ik best wel veel speel voor waarschijnlijk. Het wiet ga ik nu gebruiken aan de koeien. Het is heel moeilijk voor mij om het zelf niet te gebruiken, maar de koeien hebben het nodig. Ze kunnen niet zonder. Ze hebben het gewoon nodig. Dus vandaar. Vandaar krijgen de koeien mijn wiet. En dan moet ik het heel zonder doen en krijgen waarschijnlijk afkikverschijnselen. Maar ja, daar moeten we het mee doen, hè. Het kan niet anders. De koeien moeten het ook neuken. Neuken? Ik zei neuken? Ja, eigenlijk wel. Dat is niet de bedoeling. Sorry voor de kleine kennen. Kleine kindertjes onder ons. Ik zei geen neuken. Ik zei het niet. Zo. En ik heb weer wat aardappeltjes erbij. Is hier nog een aardappeltje? Nee. Nee, eigenlijk niet. Dus kijk, ik heb 34 aardappelen. Dat is best wel wat. En dan moet ik er nog even wat terugplanten. Anders krijg ik er geen extra aardappeltjes meer bij. Dat is een klein maar zeer productief farmpje. En er is een ei. Jongens, ik geef jullie een herkansing. Komt eruit dit een ei, een kip. Dan wordt het video nog 5 minuten langer. Wat jammer nou, wat jammer nou. Ik probeer het elke keer om gewoon de video 5 minuten langer te maken. Maar ze werkt niet mee. Ga allemaal achter, ga allemaal tweeten met hashtag team fuck Minecraft. Of team anti Minecraft of wat dan ook. Zo van, maak de procent kans tot er een kip uit een ei komt groter. Stuur het ze allemaal op en zeg het ze dat ze dat moeten doen. Want dit is niet leuk, ze verpesten jullie video's. Nou, het valt wel mee. Ze blijven nog steeds geweldig leuk, alleen ze worden niet 5 minuten lang, dat is wel jammer. Ik blijf nog steeds zeggen dat het jammer is, maar voor hetzelfde geld word je juist heel blij. Dan denk je. Ja, voor hetzelfde geld ben je, laten we zeggen, verslaafd aan mijn video's kijken. En denk je uiteindelijk in je achterhoofd hou je toch wel een beetje bij van. Oh, als deze video's afgelopen, dan. Ja, laat maar. Ik wou een leuk voorbeeld maken, maar dat gaat hem toch niet worden. In ieder geval, maar voor verslaafde mensen is het wel goed. Maar eigenlijk ook niet, want dan zeggen ze: ik wil meer dan nee. Niemand wordt blijven, want niemand wordt gelukkig van. En die skelet schiet op mij en dat vind ik niet zo tol. En die is een creeper. Die, oh, een ei. Oh, jongens, een herkansing. Elke keer als ik een ei zie. Nou, niet elke keer, tenzij ik heel veel heb. Maar als ik gewoon 1 of 2 eieren heb. Komt hier een kip uit, dan wordt hij alsnog 5 minuten langer. Het vierde ei van deze video, dat is best wel veel eigenlijk. Maar is de kans dat er een ei uit een kip uit een ei komt, niet een ei uit een kip. Maar dat kan trouwens ook. De kans dat er een ei uit een kip komt is best groot, want kippen leggen normaal gesproken eieren. De kans dat er een kip uit een ei komt is 1 op 8 volgens mij. Nou, dus als ik er 4 heb gegooid, dan is de kans al eigenlijk 1 op 2. Dan hebben jullie best pech gehad. Ja, dat hebben jullie. Jullie hebben gewoon pech gehad. In ieder geval, dat skeletje ga ik wel even pakken. Ik pak je niet van achter dit keer, maar gewoon van voren. Face to face, ik pak je gewoon. En dan gaan we hier gewoon lekker wat nog verder minen. Twee ertussen en dan gaan we minen. Dan gaan we weer lekker strip minen. Oh, gezellig. Een beetje minen, een beetje hier, een beetje daar, een beetje aankloten. Maar even wat toortjes maken, dat is wel handig. Wel handig. Zo, ik heb wat toortjes bij, niet echt veel. Ik heb wel eigenlijk wat kool nodig. Ik heb het wel een beetje nodig, een beetje hard. Misschien nog wat diamonds vinden of zo nog. Ik heb liefst wat gold. Dat heb ik nodig voor de porthole. Ja, je kan ook niet altijd zo geluk hebben zoals ik net had. En gold en diamond, dat is toch wat, joh. En we vinden redstone even als opwarmertje, een beetje redstone. Level 44, ik moet echt een keer een enchanting table gaan maken. Daarvoor heb ik de farm gemaakt, maar ik heb ze nog niet laten nuken. Dus kun je nog niet leuke dingen laten doen. Moet ik nog even, eigenlijk wel even gaan doen. Maar heb ik nog niet gedaan. Dus vandaar, ga ik het zo doen. Speciaal als afronding ga ik zeggen tot de koeien. Ga ik de koeien leuke dingen laten doen. Ga ik ze eventjes goed verwennen met mijn wiet. En dan krijg ik mijn afkikverschijnselen. Dat zien jullie niet in mijn video's. Dat is na. Dat is buiten. Het komt er niet in. Ja, dat kan gewoon niet. Anders laat ik zien hoe het is om af te kikken. Eigenlijk is het ook wel weer goed.
Weet jullie hoe slecht het is? En dan zei ik, oh, ik moet niet beginnen of ik moet nu stoppen. Stoppen met de wiet. Gebruik je ook veel te veel wiet in Minecraft? Tweet met hashtag gebruik geen wiet meer in Minecraft, want het is dodelijk. Nee, dat is niet waar. Maar het is niet goed voor je. Gebruik geen wiet in Minecraft. Niet doen. Eens kijken. Het stikt hier van de muggen. Eien. Het stikt hier van de vliegen. Iegen. Het stikt hier van de bijen. Vinden jullie dit liedje ook helemaal nergens op slaan? Dan kan ik dat best begrijpen en daarom ga ik ermee stoppen. Zo, torch hier. En het is eigenlijk alweer het einde van de video. Eigenlijk wel een beetje. Aangezien ik zei dat het einde van de video de koeien wat leuke dingen ging laten doen, dus dan moet ik even terug. Even terug. En deze vierde gang is ook al best wel lang. Voor hoeveel ik heb gevonden, is deze gang best wel lang. Ik heb bijna al niks gevonden, daarom. Dus dat vind ik niet zo tol. Gewoon in mijn opgevoerde waterval ga ik omhoog. Oh, dit moet ik ook nog even weghalen hier. Oh, holy shit. Ik dacht dat ik jou net een lesje geleerd had, maar blijkbaar is je broertje er ook. Zo, nu niet meer. Nu ben je er niet meer. Waar ben je nou? Oh, je bent er niet meer. Wat jammer nou. Zo. Tada. What the fuck? Deze heeft een enchanted boog. Geef die maar even aan mij. Ze vallen echt allemaal naar beneden om op mij te schieten. Vind ik niet zo leuk. Vind ik niet zo tol. Ik ga omhoog. In mijn opgevoerde waterval. Het gaat ook zo snel. Oh, wat een speedy. Wat een speedy. Wat gaat het nog snel. Godverdomme. Kutsklet. Beter schiet je me er even niet af. In ieder geval, ik moet echt wat gaan eten. Gaan we drinken. Vooral drinken al mijn keel is een beetje droog. Dus ik ga even de koeien leuke dingen laten doen en dan stop ik ermee. Ik ga ook even slapen denk ik, want het is donker zoals ik al zie. Zoals ik zie is het buiten donker. Ik hou niet zo van donker. Ik ben bang in het donker. Dat valt wel mee, maar donker is niet fijn. Ik zie het liever in het licht. Zo. Voor de mensen die serieus denken dat ik bang ben in het donker, dat dacht je verkeerd. Want ik ben niet bang in het donker. Ik hou van donker. Ik ken het dat het niet fijn is, maar nee, ik spreek mezelf tegen. Spin, rot op. Eigenlijk heb ik niet zoveel zin in jou. Kijk, ik sluit je buiten. Mahaha, ik ben een buitenfluiter. We gaan omhoog en hopelijk vinden we... Nee, we gaan hier niets leuks vinden. We gaan gewoon even lekker pitten. Moeg strain in de kloof. De video komt richting zijn einde. En allemaal zo en dit en dat en al. En ja, en b en bal en boe en dit. En ik stop al met rare random dingen zeggen. En hier zit een spinnetje. Die ga ik even zo... Hé. Hey. Maar even niet. Doe maar even niet. Oh kut, een creeper. En wegwezen, want die creeper mag niet ontploffen. Dat vind ik niet leuk, dat is niet de bedoeling. De creeper ontploft. Mocht hij straks ontploffen, dan was het niet de bedoeling. Maar dat doet hij niet, want ik heb hem al. Ik heb hem al. No problem. Hier zo'n spinnenoogje, dat is altijd leuk, een spinnenoog. Dan doe je gewoon boe, en dan heb je een spinnenoog voor je oog. En dan denk je, ah eng, wat ben ik dat eng. Eigenlijk vind ik wel dat je een spinnenoog op je oog moet kunnen zetten, maar dat kan niet. Volgens mij niet. Nee, je kan voor mij geen spinnenoog op je hoofd doen. Ah, dat zou cool zijn. Minecraft voegde toe dat je zo'n spin op je hoofd doet. Ah, een spider oog op je hoofd. En dat je dan een spider oog hebt in plaats van een normaal oog. In ieder geval, ik ga nog heel veel deze koetjes een leuke ding laten doen zoals ik beloofd had. Dus jongens, kom maar. Ik heb hier tarwe. Of wiet, mijn wiet. Moet ik afkicken. En jullie gaan lekker aan de wiet. Ik ben eigenlijk helemaal niet goed voor jullie. Eigenlijk ben ik te goed voor jullie. Ik gun jullie wiet. Gratis wiet. Wat wil je nog meer? Dat zie je niet vaak. Ergens gratis wiet. Weet je wat? Dan ga ik daar ook meteen even deze keer niet ontsnappen. Goed, zo zijn niet ontsnapt. Nee, voor de mensen die dachten dat ze daar ontsnappen, dat heb je fout gedacht. 8 eieren. Nou, er komt vast wel één keertje uit. Dan minimaal eentje volgens mijn berekening. 1. Ja, kijk, 1. Echt net eieren niet. En dan nu 1 ei. Huppa, er is er eentje. Dit is best wel gemeen. Ik moet echt wat gaan eten en stoppen met deze video. Eerst ga ik deze kipjes nog leuke dingen laten doen. Zo. Kipje. Dat had ik niet gezegd, maar ga ik toch doen. Kipje. Doe maar leuke dingen samen. Ik heb hier nog 1 ei. En dit ei. Maak mij blij. Zo. En nu heb ik al gezegd dat de video niet echt zo lang zou worden. Maar eigenlijk is het toch wel een klein beetje extra lang. Klein beetje wel. Niet ontsnappen, jongens. Goed zo. Braaf.
ieder geval vond je dit een leuke video, geef dan zeker een like. Wil je meer van zien, dan kan je abonneren. En Twitter voor feitjes, updates. Ik blijf zelf feitjes zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik er 5 halen in mijn hoofd, maar het zijn updates. Rondom mijn kanaal. Deel deze video met alle mensen die je kent. Zou ik heel tof vinden. En dan zie ik je bij de volgende keer met een nieuwe Minecraft Survival. Of morgen met een Pokémon Leaf Green video. In ieder geval tot de volgende keer. Dag!